VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Secon Logistics en het Vervoerscollege Venlo. VVV-spelers gaan golven met sponsors en een elftal vragen voor Clint Leemans met nu de eerste helft. Clint, waarom ben je gaan voetballen en hoe oud was je toen? Ik ben gaan voetballen toen ik 3 jaar oud was. En omdat mijn vader en gewoon heel mijn familie eigenlijk van voetbal houdt, ben ik gaan voetballen bij de plaatselijke amateurclub bij mij in de buurt. En ik was 3 jaar oud en ik werd bijna 4 in de zomer, dus snel, ik was er snel bij. Ja, en was jouw plekje altijd op het middenveld of was het ook anders in het verleden? Nee, ik was eerst linksbuiten bij mijn amateurclub. Toen ging ik naar PSV, was ik linksback en toen ben ik op het middenveld gaan spelen en ook wel eens centraal achterin, maar nu voornamelijk op het middenveld, ja. Had je vroeger ook een idool als voetballer? Ja, zeker. Ik was altijd voor Liverpool, dus Steven Gerrard en ik was PSV supporter, dus Philippe Cocu en Mark van Bommel waren wel idolen van mij, ja. Wat zou je nog willen verbeteren aan jezelf als voetballer? Ik denk mijn fysieke gedeelte, dat ik nog sterker word in de duels en koppen. Dat lijkt me wel handig. En mijn rechterbeen, mijn linker is prima, maar mijn rechterbeen zou ook nog wel beter kunnen. Wat is je mooiste moment als voetballer tot nu toe? Mijn mooiste moment is denk ik vorig jaar het kampioenschap en dan met name de wedstrijd in Waalwijk. Daar waar ik met 2 doelpunten zorgde voor de promotie van VVV. En ik denk dat het wel heel mijn leven bij gaat blijven, ja. Was dat dan ook je mooiste doelpunt dat je ooit gemaakt hebt? Mooiste doelpunt, dat was wel een hele belangrijke natuurlijk, die vrije trap. Maar ik denk dat mijn mooiste goal was in de Eredivisie uit bij Excelsior. Toen ik die stift scoorde en was uiteindelijk ook een belangrijk doelpunt. Waarin we die wedstrijd wonnen, maar ik denk dat dat wel een hele fraaie was. En tot slot van de eerste helft, ken je eigenlijk al wat Venlose woorden? Vastelavond ken ik wel. En we hebben 3 Venlonaren en die praten vaak Limburgs, maar ik heb versta ik ze niet echt, dus ik hou het maar bij Brabant. Straks de tweede helft met meer vragen voor Clint. Nu de golfdag voor sponsors met daarbij ook enkele spelers van VVV. De spelers van VVV zijn niet alleen te zien op het voetbalveld. Ze hebben ook andere verplichtingen buiten het veld die belangrijk zijn voor de club. Bijvoorbeeld contacten met sponsors. Ja, zeker. De clubs moeten het van hun sponsoren natuurlijk ook hebben. En dat is belangrijk, dat weet je als speler ook. Maar wat ik zeg, het is ook gewoon leuk om contact te hebben met die mensen die eigenlijk het hele jaar jou steunen en ook voor op de tribune zitten. En door het jaar heen maak je daar wel een praatje mee in de businessruimtes. Maar nu zie je toch ook eens van de andere kant en kan je met wat eten en drinken en wat lachen met de sponsoren toch een leuke dag van maken. Zo was er onlangs de VVV Venlo Golfdag voor alle sponsors van de club net over de grens in het Duitse Nettetaal. Een aantal spelers sloegen hier een balletje mee. Ik vind het leuk om te doen en vooral omdat er ook bekenden bij de sponsors tussen zitten die je ook kent natuurlijk, waar je een babbeltje mee kan maken. Dus dat is altijd wel gezellig. Nou ja, als je leuke dingen gaat doen erbij, dan is het wel leuk om te doen hoor, dat golven. Dat doen we ook niet dagelijks, dus het is wel een keer leuk om te doen. En het is ook belangrijk dat de sponsors betrokken blijven bij de club. En hoort er dat gewoon als voetballer bij. En het is geen moedje voor spelers als ons. Ja, hoeveel van die activiteiten hebben jullie zo in het jaar? Ja, dat verschilt per speler. Ik word wel vrij vaak gevraagd, moet ik denken. Jij doet het goed. Nee, ja, of je aanvoerder daarvoor bent of niet. Ik vind het ook nooit zo heel erg. Het is wel leuk om met andere mensen in contact te komen. Ook die maatschappelijk andere dingen doen dan voetbal. Dus. Door het seizoen heen wordt er bijvoorbeeld geluncht met sponsors. Er zijn teamuitjes bij een sponsor. Of spelers brengen een bezoek aan een bedrijf. Zoals eerder deze maand toen spelers en staf de nieuwe wasarena mochten uitproberen bij de autosponsor van de club. Ja, 4-5 keer in het jaar denk ik ongeveer dat we iets gaan doen met de sponsors. En het is helemaal prima ook als een restaurant een sponsor is dat ze ons uitnodigen en zo. Dus zulke dingen, dat
ja, dat hoort er allemaal bij en dat vinden we alleen maar leuk. En is voor ons ook een beetje een teambuilding, hè, dat je weer iets anders gaat doen dan voetballen. En, ja, dus we hebben, vorig jaar gingen we voetgolven, weet ik nog. Er kwam net een sponsor, dezelfde sponsor naar me toe, die bij mijn team zat toen. Dus, en nu staan we samen op de golfbaan. Ja, het is gewoon gezelligheid en goed voor de betrokkenheid van de sponsors. Ah, dan ben jij een ervaren profvoetballer inmiddels natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat er jonge jongens zijn die daar toch wel tegenop zien, dit soort dingen, of niet? Nou, vroeger dacht ik er ook zo over. Dat moet het nou echt, weet je. Maar op een gegeven moment ga je wel... Het nutten van inzien dat het gewoon belangrijk is om gewoon te communiceren met de sponsors die tenslotte je salaris betalen. Ik zou liegen als ik zou zeggen dat iedereen het leuk zou vinden. Alleen ja, het hoort erbij en dat is gewoon onderdeel van je vak. En ik denk dat het ook goed is vooral voor jonge jongens om dit te doen. Omdat je ja, toch ook gewoon communicatief gewoon erop vooruit gaat. Je moet met mensen praten en wat ik zeg maatschappelijk toch ook zien dat er ook andere dingen zijn dan voetbal. Terug naar een elftal vragen aan Clint Leemans. Het is tijd voor de tweede helft. Als je zelf een club mag kiezen om voor te spelen, welke club zou dat zijn? Dan ga ik voor Liverpool. Maar, ja, al van kleins af aan ben ik daar fan van. En dit jaar staan ze weer in de Champions League finale. Dus doe maar Liverpool dan. Nou, ik heb wel eens gelezen in een interview van jou 6 jaar geleden, droomde je er al van om over 10 jaar bij Liverpool en in het grote Oranje te spelen. Ja, ja, een kleine jongen droom je natuurlijk van het grote Oranje en van zo'n Europese topclub. En ja, ik denk als voetballer zijn mag je groot dromen en ik denk dat iedereen dat wel heeft en ja, dat heb ik dus ook. Die droom is er nog steeds? Ja, natuurlijk. Kijk, ja, wat ik net zeg, iedereen heeft een droom en ja, ik ook. En, ja, ik denk dat het Nederlands elftal voor je land uitkomen is wel een hele grote eer. Oenar Staal gaf aan na zijn actieve carrière terug te willen keren naar zijn oude club. Hoe zit dat bij jou? Poeh, ja, die is wel iets ouder dan ik, dus daar heb ik nog niet echt heel erg over nagedacht. Ik ben pas 22, maar ja, ik zou wel zeker in de voetballerij willen blijven. Dat wel, het spelletje ja, vind ik gewoon zo leuk dat ik hem heel mijn leven daar wel in wil gaan verdiepen, ja. Ben je ook zo blij dat Luc Nieles naar Venlo komt? Jazeker, ik ken hem nog van PSV. En ja, dat is een hele goede trainer, lieve man ook. En ik denk wel dat hij zeker hier tussen past. En ja, je kan zeker leren van zijn traptechniek met rechts en links. En ja, was eigenlijk gewoon een legende bij PSV. Dus ik ben heel blij dat hij komt, ja. Met wie wil je nog eens samenspelen in een team? Je neef Branko van den Bomen of boezemvriend Rij Vloed? Dan ga ik voor mijn neef Branko van den Bomen, omdat hij, met Rai heb ik al vaak, heel vaak samengespeeld, ook betaald voetbal, Nederlands elftal. En met Branko is dat nog niet echt aan de orde geweest, dus met hem zou ik heel graag nog een keer samen willen spelen, ja. En dan alweer de laatste, Eindhoven of Venlo? Oeh, ja, dat is een lastige, maar dan ga ik toch voor Eindhoven, voor mijn geboorteplek, omdat ik, ja, daar heb ik alles zitten, familie, vrienden. En, maar ik moet zeggen, Venlo is ook heel gezellig hoor, zeker met het team wat we nu hebben. Vind ik Venlo een prima stad om te zijn, maar ik kies toch voor Eindhoven. Dankjewel Clint en dankjewel kijkers voor de vragen. De spelers hebben inmiddels vakantie, maar volgende week hebben we nog een elftal vragen voor Niels Reuzeler. Verder een bijzondere tattoo voor VVV-fan Erwin Petit en Koeli gaat op peutertour. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics en het vervoerscollege Venlo.